Hey mensen, welkom bij een nieuwe video op dit kanaal. En jawel, jawel, het is gelukt! Ja! We zijn zwanger! Wat? Oh nee. Nee, dat is een andere video. Het is gelukt jongens. We hebben al tijden gepraat over de Tosti chocoladeletter. Kijk maar eens wat we zeiden. Dat je een chocoladeletter hebt, maar dan die eruit ziet als een tosti. Ik denk dat het wel kan. Ja, echt? Ik ga erachteraan. Oh, Marcel! En jawel, onze Marcel heeft het geflikt. Ja. Maar ja, hij werkt ook in een snoepwinkel, hè? Ja, dat scheelt. En hij heeft zijn baas weer opgebeld en gezegd, hey baas, kunnen we dit niet regelen? En die heeft dan weer naar een baas gebeld. En die baas, kunnen we dit regelen? En die weer naar een baas. En toen naar een chocoladefabriek. En toen is het geregeld. Het is geregeld, jongens. We laten jullie niet te lang in spanning, want ze zijn echt fantastisch geworden en dat weet ik omdat ik langs ben geweest bij de chocoladefabriek in Amsterdam waar ze gemaakt worden. Ze worden handgemaakt. Hoe dat er precies uitziet, kijk maar even mee. Ja, ik ben op dit moment in Amsterdam en ik sta hier voor de chocoladefabriek waar de Tosti chocoladeletters gemaakt worden. En ik ga vandaag even een handje helpen. Kom maar even mee. Kijk eens aan. Gesmolten kaas. Gemaakt van witte chocola. En hier worden ze gewoon bereid op dit moment. Kijk eens aan. Hallo. Hallo. Oh, wat zien die er lekker uit, zeg. Nou, top. Hey, kan ik jullie vandaag helpen? Jazeker. We hebben genoeg te doen. Dus je mag alles, mag je van puntje tot B, mag je gaan maken. Er zijn al een paar voorgespoten. Mm-hmm. En wat jij mag doen, jij mag ze uit het mannetje halen. Wat, is het erg als er eentje breekt? Nee. Jammer. Ik heb er geen gebroken, jongens. Dat is heel zeker. Dat is nou, ja. Oh, ah, jammer. Hij is nog steeds heel, ja. Maar ik dat stond er niet op. Kun je dat nou natuurlijk? Oh, ah! Oh. Pak hem maar. Even proeven. Rens gaat even proeven of die goed is. Ja, ik wil het brood wel branden. Je wilt het brood branden? Ja, dat vind ik leuk. Ja, dan gaan we het brood branden. Heerlijk. Hoeveel moeten we er nog maken? 3000. 3000 moeten er nog gaan. Oké, ik moet iets meer gas geven volgens mij. Ik ben nu nog niet eens bij 1. Nou, je hebt het brood geroosterd. Zoals je ziet, ik heb hier een hele mooie tafel met ham klaar liggen. Oké. Dus ik ga de kaas voor je klaarmaken. En jij mag de kaas zo meteen even gaan spuiten. Gaan we even lekker spuiten? Dat klinkt misschien raar. Dat doen we. Stop met ruiten. Stop. Oh nee. Ik heb een beetje geknoeid weer. Kaas ligt aan alle kanten. Ja, nog 2950 te gaan. Wil je anders het brood erop drukken? Ja. Ik denk dat ik daar heel goed in ben. De kaas eruit drukken. Oh, maar ik vind ze er wel een partijtje lekker uitzien, hoor. Je kan de zijkant naar je toe doen. Je kan het ook op de tosti pakken. Zet hem tegen je aan. Doet het doosje erin. Schuift hem verder. Het dekseltje gaat erin. En kind kan de was doen. Nou, dat moet toch wel lukken. Oh jee, ik loop achter. Ah! Kom op! Rens, kun je dit alsjeblieft doorspoelen? Heel snel, dat het lijkt alsof ik dit binnen 1 seconde heb gedaan. Nee. Nou, wat zit je nou te lachen, jij? Doe jij het dan met je geluidspaal? Nee. Ja, Tim mag het even. Ja? Ik doe het geluid wel. Okay. Dit, anders zijn we hier morgen nog. Hij moet iets hoger. Let op, hè. Hop. Tim die kan het blijkbaar, nou ja. Tim kan het blijkbaar weer wel, allemaal goed. Moet ik van jou overnemen? Ja, als jullie hier even doorgaan, we moeten nog 3000, hè. Succes! Echt. Kan ook alles, die gast. Hoe doet hij dat nou? Loser. Ja, Tim is nog steeds aan het werk volgens mij. Er worden er duizenden gemaakt en ze zijn bijna af. Maar we hebben hem dan maar achtergelaten, want anders lukte het misschien niet. Maar we krijgen er vandaag een aantal binnen. Een aantal samples. Door niemand minder dan, daar is die toch, Marcel! Wow! Jij hebt ze nu niet in het echt gezien? Nee. Ik wel. Oh, en dit is wel even een momentje hoor. Want Marcel, wat heb jij aan? Hij mag het een keer! Ik ga het niet tapen!
Jamen! Jamen! Ja. Hij heeft het geflikt! Jamen! Ja. Nou, dit gaat, nou is het wel genoeg. Oh. Ja? Maar het doet hier de sales natuurlijk. Dus, ja, we gaan nu niet... ja, het mocht maximaal 3 keer genoemd worden. Ja, maar ik kan niet wachten, want we gaan... Ja, je ziet het in de titel. We gaan de chocoladeletters proeven. Ik ben ontzettend benieuwd. Ja, ik heb ze ook nog niet geproefd. Ik heb ze alleen gemaakt. Een soort van. Ik heb geholpen. Heb je niet geproefd daar? Ik heb een stukje van de bovenkant geproefd, maar nog niet in zijn geheel. Spannend. Ja, maar ik pak er even eentje, ja? Moet ik ja, ze even filmen? We hebben een doos. Ja, zeker. Ja, zoals je ziet, dit zijn de samples. Dus er komen daar nog leuke stickers op en zo. Maar zo komen ze er in ieder geval wel uit te zien. Ja, dit is toch top. Kijk, je ziet de kaas er aan de zijkant uitlopen. En aan de onderkant zie je de ham zitten. Maar ze zijn wel gewoon vegetarisch, toch? Ze zijn wel vegetarisch. Het is geen echte kaas en geen echte ham. Heeft het ook de smaak van een tosti? Nee. Nee, we hebben er nog wel even over getwijfeld. Van moeten we er niet echt kaas in gaan doen of zo? We hebben geproefd hoe kaas in chocola smaakt. Dat was het niet helemaal. Nee. Ik ben al niet gek op kaas. Maar hoe dit eruit ziet, jongens. Kijk nou eens even. Oké, doe het in je mond en doe ik echt... Wacht even, ik ben nog eerst even... Wow. Hier zie je dan de ham. Wauw. En dan de kaas zit er echt tussen. En zoals jullie hebben gezien in de video, het wordt dus echt handgemaakt. Dus de kaas wordt er per letter letterlijk met de hand ondergespoten. Dat is toch fantastisch. En hier, dat bruine wat erop zit, dat wordt dus ook echt met de hand gedaan. Nou, ga proeven dan. Ik ga een stuk afbreken. Oh. Hey, dat is ook handig. Ja, dan kun je precies op die randjes. Oh mijn god, kijk, dit zit er gewoon echt door. Dat is een tosti. Tosti. Oké, dus het is ruby chocola, witte chocola. Ik ga... Ruby is, voor de mensen die het niet weten, is met een beetje framboos smaak. En? Doe eens niet zo dichtbij! Hey, doe bij Marcel! Oké, wacht, ik ga nu even. Een stukje kaas. Een stukje kaas. Oh, dat is lekker! Nou, ik ga niet wachten hoor. Ja, proef jij. Ik ga ook niet wachten hoor. Dit zeg ik niet omdat het onze eigen chocolade hebben, maar het is echt goede chocolade. Weet je wat, waar ik het altijd aan merk of het goede chocolade is? Serieus, door aan te ruiken. Want als je van die slechte chocolade hebt, dat ruikt naar suiker of zo. Je moet er wel sterk voor zijn. Oh, dit is lekker. Dat heb jij goed gefixt. Ja, maar goed dat we een hele doos hier hebben, kunnen we nog even doorgaan. Marcel, kun jij gewoon even 5 minuten lachen? Mensen vonden dat jij een hele grappige lach had. Kunnen we even een compilatie van 10 seconden lang achter elkaar zetten van Marcel's lach alleen uit de vorige video? Ja. Dus dat vind ik nooit een goed teken als dat gebeurt. Of ben je zo? Het gaat niet meer. Helemaal! Alle video's die we ooit met jou hebben gemaakt, als we daar de lach achter elkaar zetten, hebben we serieus een video van 10 minuten of zo. Een challenge, wie kan de lach van Marcel het beste nadoen? Oh wacht, zal ik hem eens proberen? Nee, veel te laag. Doe nog een keer. Okay. Ik kan gewoon op commando. Oké. Okay. Nee, nou. Maar is deze video nou puur dat we dit gaan proeven? Krijgt iemand nog een straf of zo? Dat hoort in de video. Wil je nog een octopus eten? Nee, dankjewel. Het is echt een hele lekkere romige witte chocolade. Oh, en hij ziet er ook echt leuk uit. Toen ik dit idee in mijn hoofd had, had ik niet verwacht dat het zo eruit zou komen. Dit is beter dan ik had gehoopt. Ja, we doen alleen maar de letter S. Dat is wel goed om te weten. Want anders was het wel heel lastig allemaal. Ja. Maar het is tijdens Sinterklaas. Dus op zich is dat ook wel weer logisch. En anders noem je je kind er voor 1 dag Suzanne. Of Sarike. Smarcel. Of Sven. Sander. Reageer hieronder of je iets met een S eet. Eet? Heet. Mag ook gewoon in je naam zitten, hè? Dus jij bent nu Dylan's. En bij mij smaak zit hij al. Marcel. Ja. Ja, ik ben echt super blij dat dit gelukt is. Dus Marcel, hartstikke bedankt daarvoor. Vanaf nu zijn ze ook verkrijgbaar bij... De Jamin. Ja. Alle Jamins. Ja. Dat vind ik ook vet. Er zijn zoveel Jamins door Nederland. Dus het voordeel is, je kan er gewoon eentje kopen. In een winkel. Dat is toch vet? Of online. Jamin.nl. Oh, is dat ook online? Nou, hebben we het genoeg genoemd. Dit is namelijk al 6 keer of zo. Dus ik heb dat niet afgesproken. Het staat niet in het contract. Want dit is wel een samenwerking. Dat is logisch. Dus dit is uiteindelijk wel een samenwerking. Jij krijgt er ook gewoon betaald voor. Ja. Een beetje. Wij als team, zeg maar, hè,
Het gaat allemaal we hebben afgesproken dat het allemaal naar mij ging. Het gaat allemaal naar Tim, die vervolgens weer aan het werk is. Het gaat allemaal naar Tim, die in de fabriek staat. Maar het zijn echt hele lekkere chocoladeletters geworden. En ik vind het ook heel vet dat ze in Nederland gemaakt worden. Dat het ook natuurlijke kleurstoffen zijn. Dus we hebben ook echt een hoge kwaliteit tostiletter gemaakt. Ja. Nou, dit kan in de krant hoor, want dit is uniek. Ja, Marcel, neem me mee naar huis. Ga lekker smikkelen. Ja. Dank ja. voor het brengen. De doos laat vooral hier. Want ik denk dat de teamleden hier nog wel blij van worden. Wacht heel even hier, jongens. Ik ga heel even Rens een stukje chocolade laten proeven. En ze gaan er dus uiteindelijk in de winkels zo uitzien. Dus dit zijn de samples. Maar ze worden nog veel mooier verpakt met Dylan. Met een koksmuts. Met Dylan erop. Marcel, waarom sta jij er eigenlijk niet op? Weet ik niet. Ik heb mezelf... Je bent daar niet heel blij van, wordt. Ik heb mezelf ook voorgesteld, maar... Nee, alleen Dylan. Ja, alleen Dylan. Ik weet niet wat dat is. En zo heel knap is je eigenlijk toch ook niet? Ik vind Dylan echt een lekker ding. Ja? Ja. Oh, oké. Ja. Jij? Niet. Nee. Ik heb daar niet aan gebeten. Dat is afgebroken. Dus je mag een hap nemen. Wat als ik dat niet wil? Wat als ik heel... Dat is een tosti-letter. Speciaal voor ons. En hoe is die? Hoe smakelijk nog? Ik kwam met een hele chocolade. Hij nam één hap en alles bleef in zijn mond hangen. Heeft hij alles op? Nee, nou, hij is nu dat je nog aan het kouwen, neem ik aan. Nou, Marcel, hartstikke bedankt. Kun je nog één keertje lachen? Als wij ooit een sitcom gaan maken... Ja, dan moet Marcel in het publiek zitten. Dan huur ik jou in de lachband. Dat is... Top, dat is top. Nou, vonden jullie deze video nou leuk? En ben je nou benieuwd naar die tosti-letter? Klik dan op het duimpje omhoog. Klik natuurlijk gratis op abonneren om te hoogte te blijven van de nieuwste video's op dit kanaal. Ram op dat belletje. En hier komen nog een paar afspeellijsten in beeld. Bedankt voor het kijken. Later! Later!